Vanochtend is de rust teruggekeerd aan de veemarkt in Nijmegen, maar deze sporen herinneren aan de klap waarmee de auto van de jeugdbendeleden door de politie van de weg gereden werd. Mientje Holland en haar buurman raken er niet over uitgepraat. Zo geschrokken. Ik heb een uur zeker nodig gehad om echt een beetje helemaal van de trillen af te komen. Echt een wild was hier, hè? De agenten achtervolgden de twee jeugdbendeleden vanaf het Holland Casino aan de Waalkade. Toen de bendeleden er in vliegende vaart vandoor gingen, is er ook geschoten. Het arrestatieteam heeft inderdaad schoten gelost en daarbij is ook niemand gewond geraakt. Volgens de politie werd gisteren op basis van binnengekomen informatie besloten tot aanhouding van de twee. Eerder hield de politie in verband met de Zaltbommelse jeugdbende al 7 andere leden aan. Dat onderzoek loopt al langer hier. Daar zijn ook al meerdere aanhoudingen in verricht. En door middel van binnengekomen informatie kwamen ze deze weer op het spoor. En zij zijn nu aangehouden en zullen nu worden onderzocht wat hun betrokkenheid is bij de jeugdbende in Zaltbommel. De Waalkade was gisteravond een lange tijd afgesloten in verband met het politieonderzoek.